behoorlijke, ja, tot schuinstreep, zware irritatie. Ja, het is ze toch weer gelukt. Die figuren van Studio Sport, anders zijn ze ook erger. Ja, dat was toen al bij de WK, weet je nog, in Qatar. Ja, toen kwamen ze ons elke keer naar. En we hadden dat al duizenden keren, was dat onderwerp over Qatar, was al doorgenomen. Toen kwamen zij het ons nog eens een keer vertellen daar. Ja, vanuit Qatar, dat eigenlijk het WK, dat kon eigenlijk niet onder die omstandigheden. En ze gingen er dan wel heen, maar min of meer licht onder protest. Dat was het dan. Hè? Dat wij wel beseffen dat zij van Studio Sport, hè, die doen wel aan sport, maar dat wij wel weten dat zij ook de problemen van de wereld met zich meedragen. Nou, mooi hè, dat Studio Sport. En nou hebben ze het weer geflikt. Ja, dus ik zat te zippen en val ik ineens in de avondetappe. Dan heb ik niet eens zo heel veel met wielrennen, maar goed. Ik zit in de avondetappe en wat gebeurt me daar zeg? Ik denk, nou, dan krijg ik daar een beetje gepraat over wielrennen. Nee, daar zit gewoon ene Joost. En die is dan deskundige in uithoudingsvermogen. Maar wat blijkt, onze Joost is een klimaatkneus. Ja, en niet zo'n beetje ook. Een enorme kneus, vrienden. En die begint me daar over klimaat. En dat de Tour een vervuiler is. En dat de sponsors, ja, van de sponsors van de Tour, dat zijn ook allemaal grote bedrijven. En ook allemaal grote vervuilers. Ja, au, 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 au. Zelfs daar zitten figuren van D66 bij het Studio Sport. En die gaan nog even over het klimaat beginnen te mekkeren. Dat is toch, vrienden, om onpasselijk van te worden. Ja, maar ze doen het wel, hè. Ja, en dan ook de Tour. Hoe ben jij daar gekomen? Hé, hey, klimaatkneus. Ben je gaan lopen of zo naar Frankrijk? Of ben je gaan kanoën? Weet ik veel. Je bent daar toch ook heen gegaan? Heb je ook lopen vervuilen? En je zit daar aan tafel bij een vervuiler. Wat denk je, die NOS? Die rijden ook allemaal rond. En die stoten ook allemaal uit. Ja, en ik ook. Ja, als we boodschappen gaan doen, ja, zo stoten wij ook ongelooflijk uit allemaal. En als het aan Joost ligt, dan gaan we thuis allemaal gewoon op de wc zitten en verroeren ons nooit meer. Dat is het, met die klimaatkneuzen. Ach, 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 ach. Vrienden, dat Studio Sport.